Gaan we een beetje praten. Ik heb je gezegd, ik heb een beetje gevochten met Humphrey Dundas van de ABOP. Hij is de woordvoerder van de vice-president. Want Amawa kon time in termen van de VP, zoals de VP attacky. Amawa kon time laulausani. Isabi. Amawa kon time laulausani. Dus mitaigama wa sambaga. Da Ama Flash. Maar ja, mina Humphrey dan matiar. Dus Ama Flash me die bama meka Ama Flash me dat. Fa manen san be singa sani Johan Sebera tewere is dat dan tiri nema dak te wa mei flash in de rust dat tamar kisen srevide a charaman go baka tapas strati dat heb ik met hem gedaan dus mi mekama flash even daarna u charaman kom baka op aarde maar dat alles te maken dames en heren met die verklaring van de VP want er zijn een paar dingen die spelen we hebben de verklaring. We hebben de verklaring van de president gelezen. En het zou niet gepast zijn van mij om hier te komen zitten en baganatori te doen zonder die verklaring van de... Ja, oh, iemand zegt hij was waarnemend bevelhebber. Ja, inderdaad. Dankjewel. Dankjewel, muntje. Misabi Amadis na Jomang. Wenster is altijd, luitenant Munslag, altijd vol lof over Mr. Van Axel Dongen. Dus ik kan het niet maken. Fukons donja dat we takatori da mino liski sa a president skrivi. En het is opmerkelijk. Want Brunswijk de VP heeft gesproken. En de president heeft geschreven. Dus ik zei in die baganatori ook. Van als regering. Fos mi nang a lenka taki. Fos mi nang a veiligheidsadviseur taki. Utagena uitzending, als regering kan je het niet maken. Kunt u zich nog herinneren? Je kan niet zeggen, je gaat een commissie benoemen. Je moet iets zeggen. Je moet een verklaring geven. Je hebt geen andere keus. Want het is jouw VP die daar gesproken heeft. En het was geen... Het was lolo-man, taki. Na VP, taki. Toch? En die verklaring... Die verklaring is gekomen en... Mino kans donje la mine lisa verklaring dus. Laat me die verklaring ook lezen. Het is niet zo lang hoor. Maar in die verklaring staat. Voor soms jongen verklaring heb je dan broeders en zusters. Met dat zang. Dan hebben we een echte verklaring. Broeders en zusters. Heden is er een onderhoud geweest tussen de president en de vicepresident van de Republiek Suriname. Ik lees wat er staat hoor. Tijdens vernoemd onderhoud is naar voren gekomen dat de vicepresident over informatie beschikt als zou er een mogelijke dreiging heersen aangaande de persoon van hem. Deze materie was de vorige week reeds ter sprake gekomen in een onderhoud tussen de president en de vicepresident ten overstaan van de DNA-voorzitter B. President Santokki. Jongens, er zijn een persbericht erbij op het zijne excellentie. Zeg gewoon president Santokki, maar goed. President Santokki heeft na gesprekken met de inlichtingen en veiligheidsdiensten kenbaar gemaakt dat deze diensten expliciet hebben aangegeven niet op de hoogte te zijn van, nog betrokken te zijn bij, enig onderzoek de vicepresident rakende. In extenso geeft de president derhalve aan dat er vanuit zijn kabinet geen activiteiten in deze richting worden ontplooid. Op zijn verzoek, dus op verzoek van de president, volgen er de komende dagen gesprekken met diverse structuren en autoriteiten. Blijkbaar zal hij deze gesprekken zelf voeren en niet een commissie of een platform belasten. Gelukkig. Maar goed, ik ga door. De president stelde het navolgende expliciet. Als regering gaan we niet accepteren dat delen van de regering bedreigd of geïntimideerd worden. Verder is tijdens dit gesprek de nadruk gelegd op het uitgangspunt dat deze regering zich nimmer zal inmengen met lopende strafzaken. Laat me niet lachen, want anders kan Randien boos worden. Maar goed, op basis van het voorgaande is aan de president en de vicepresident in elke strafzaak geen andere rol dan toeschouwer toebedeeld. Dus af is duidelijk hoe van de meester de Bordeaux, je bent toeschouwer.
De regering zal het voorbeeld blijven geven van in eenheid verder. Ik ga het weer lezen, maar het is wat hier staat hoor, man. Mieden zeker doet dat. Soms maar pisade en steen van het lachen. Maar ik kom niet hier zitten, want ik ben geen moppetapper. Maar ik lees wat er staat. En als het op een mop lijkt, dan ligt dat niet aan mij. Maar dat staat hier. Ik begrijp het. Je lacht, want als het niet werkt op je lachspieren. Misschien moet ik het niet meer lezen, maar het staat hier, hè. Dus mijn lezing. En die zin is... De regering zal het voorbeeld blijven geven van een eenheid verder optrekken. Alleen zo... Alleen zo... Alleen zo zullen wij als natie de uitdagingen op ons pad succesvol overbruggen. In eenheid. God zij met u. En God zij met Suriname. Olibi God in deze avond. Ono weer God in deze avond. Maar dat is de verklaring van de VP. Nou. Van de regering. Van de regering. En kijk. Ik ben al een tijdje bij. Dus ik kan niet helpen als ik sommige dingen weet. Wanneer een VP zo uitkomt. Luister goed. En als mensen het niet met me eens zijn, moeten ze me het zeggen. Als er misschien andere mensen zijn die een bredere inzichten hebben, app het en dan lees ik het. 87-81-482, maar lees alles aan niet. Toch? Even je abstra inzichten, maar dit punt wil ik wel onderstrepen. En dat is, wanneer de vice-president van Kondre, a tweede man in a Kondre, dames en heren, ano a minister... Ano a minister voor sport. Ano Gracia Emmanuel. Ano Nur Mohammed. Na a VP. Te a VP voor a kondre contact a televisie. Tegenover media. De a VP taki na a bradkanti fe mofo. Zonder tak emove bifi en met overtuiging. AVP et taigi a gemeenschap tak anoman draaien baka morogi a president. En tak de mafu a president e reine baka e achtervolging. En dat om een scenario dede mawa hebben jing. Da, ook al hoor je niet van die regering. Je doet dit van mij, God. Heeft hij dat echt gezegd? Ben je zeker? Als een man tegen weet, niet geloof, je zegt, nee, ik wil het zelf horen. Draai het van me af, laat me het zelf horen. Dan ga je zelf luisteren. En wanneer je het zeg je van, is waar ook. Dat heeft hij gezegd. Dat betekent, mensen, het is een vrij serieuze, ernstige uitspraak. En dan kan je niet rustig gaan slapen. Dit soort dingen geven jou slapeloze nachten, ja. Ieder bent er. Dat wanneer je dan vervolgens verwacht en zeker ook Bagadati, je heer dat AVP nanga a president Taki, nu komt het. De president en de VP hebben gesproken. Dat verwacht ik. Nanga multimedia ide, multimedia verstaan, dat er een gezamenlijke verklaring wordt uitgegeven. Roosevelt zegt de plooien zijn glad gestreken bij de STVS gisteravond. Nou, als de plooien zijn glad gestreken, mensen, u weet wat dat betekent. De plooien zijn glad gestreken. Dat betekent er zijn geen plooien meer. De plooien zijn glad gestreken. Als de plooien glad gestreken zijn, dan verwacht ik, naar mijn media verstaan, dat meneer Lezi een verklaring van kabinet-president, met kiezen een verklaring, een gezamenlijke verklaring, of de verklaring voor afverklaring in Biginanga. Hierbij verklaren de president en de vicepresident na een intensief overleg en gesprek
waarbij er diepgaand is gesproken over de pijnpunten die zijn aangehaald tegenover de media door de vicepresident, gezamenlijk het volgende. Maar wanneer die verklaring komt en ik lees die mooie zinnen die we dus net hebben gehoord, dan vraag ik mij af van, maar staat de VP daarachter? Staat hij erachter? En als de VP erachter staat, dan moet de VP met net zoveel overtuiging als gisteren komen en het zeggen aan ons van, mensen, ik was boos, ja, en terecht. En alles wat ik heb gezegd, daar sta ik achter. Nog steeds. Maar, intussen, maga prestaki. Maga kiltaki. En wat daar staat in die verklaring, daar sta ik achter. Dan zijn we klaar. Dan zeggen we van, oké, het is opgelost. Op naar de volgende crisis. Op naar de volgende crisis, zeggen we dan. Dus ik heb Humphrey gebeld, Humphrey. Dan geef ik mijn Amma Humphrey begin flash gimme. Amma Humphrey begin flash gimme. Omdat die tijger aan mijn zijn. Yo, hier is een tijger aan. Waar is dat? Iedereen is een beetje geprikkeld. Maar later aan mijn draai bij, ja. Dus geef me mijn Michitak Amma die zie. Pas aan dit. Doen dat. Humphrey, doen dat. Amara, woordvoerder van Abba, woordvoerder van meneer Brunswijk. Doen dat. En dan... Ja, ik kon er ja schieten, ja, met dat je eerlijk. Ja. De man dat ik schieten, na jade. Schieten. Schuiti na nga lao, na saranga. Schuiti na nga frustrasi, na jatok. Schuiti na nga bekrompenheid. Jamang, kampioen. If the man be play Wika, dames en heren, Wika, wereldkampioenschap, bekrompenheid en stomiteit. Ube door de voorronde, ube win alamang. Kade unu uwa be play final, want traka di dat no bede. Ube wini, ube teka beker. Da ube prolegeer en baga, dames en heren. Wereldkampioenschap bekrompenheid. Wereldkampioenschap, dames en heren, idioterie. En wereldkampioenschap, dan ja, kampioen, metai. Unbeatable, huh? Unbeatable. Maar dat is jullie namen. Maar goed, laat me Humphrey, pa foto van Humphrey. De. Hij is Humphrey. En maar ik heb hem gevraagd, staat de VP achter de verklaring uitgegeven door het kabinet? Dat kan ik niet met zekerheid zeggen als hij erachter staat. Het is een verklaring dat vanuit het kabinet van de president komt. Dus dat kan ik niet met zekerheid zeggen. Feit is wel dus dat de heren hebben gesproken gisteren. En de intentie is er dus om te geraken tot een goede oplossing, zeg maar. Maar dat er sprake zou zijn van dat de plooien geheel en al zijn gestreken, zou ik zeggen van nee. De vicepresident heeft nog wat zaken die hij openhartig moet en wil bespreken met de president. En daarover is het laatste woord dus nog niet gezegd. Maar heeft hij dan de ruimte niet gehad, daartoe niet gehad gisteren? Om die zaak ook ja, maar, maar hoeveel ga je praten een keer? Ik bedoel, die issues zijn er. Het gaat dus niet alleen maar om wat hij gisteren naar voren heeft gebracht in de pers. Maar er zijn een aantal issues. Dus beide mannen moeten een beetje verder openhartig. Beide heren moeten verder openhartig zaken met elkaar bespreken. Hebben ze alleen onder vier ogen gesproken of waren er anderen erbij? Die informatie kan ik zo niet doorgeven. Ja, want de meeste mensen gaan ervan uit dat de VP, zoals dat eerder gebeurd is, nu gaat uitkomen en zeggen van gemeenschap, ik heb een paar dingen gezegd. Ik heb me laten leiden door de emoties. Ik had die dingen zo niet moeten zeggen.
Kijk, ieder mens heeft emotie. Het kan zijn dus dat er een stukje emotie erin was, maar het feit is, hij heeft duidelijk gemaakt wat zijn standpunt is. En ik denk dus niet dus dat de vicepresident gewoon iets uit de lucht gaat grijpen om te zeggen. Het zijn zaken die hij dus al gehele tijd ervaart en niet zeg gehele tijd, maar een tijdje ervaart. En dat heeft hij dus op zijn manier, zoals we de VP kennen, heeft hij op zijn manier die zaken dan kenbaar gemaakt. En hoe het dan verder gaat interpreteren, dat is op te doen, maar hij heeft wel duidelijk aangegeven, zodat de gemeenschap ook weet wat er allemaal speelt en hoe hij zich voelt. Ja, maar nou zijn wij als gemeenschap en ook misschien de pers in de war, want de VP zegt, ik word achtervolgd. En er zijn scenario's tegen mij die dus in uitvoering zijn. En instituten worden misbruikt. Daarna hebben we dus de president in de verklaring mogen lezen wat het standpunt van de president is. De president zegt, ik heb tot de veiligheidsdiensten en tot de andere inlichtingendiensten gesproken. En het is gewoon niet zo dat vanuit het kabinet er een scenario is tegen de VP. De presidentsadviseur heeft dat ook ontkend. En intussen is ook het Openbaar Ministerie uitgekomen met een verklaring waarin zij dus stelt dat ze onafhankelijk en objectief zijn en dat ze zich niet lenen voor politieke inmengen. Dus wie moeten we nou geloven? Nou, in elk geval, de verhalen zijn van verschillende kanten gehoord. Laat de samenleving dan gaan oordelen wat nou klopt of wat niet klopt. In elk geval, de vicepresident heeft zijn standpunt en wat hij dus meemaakt en wat hij voelt, heeft hij duidelijk kenbaar gemaakt. Als het tegendeel bewezen moet worden, dan moet het tegendeel bewezen worden. Punt is, de vicepresident zal dus niet uit een duimgezogen verhaal aan de gemeenschap willen kunnen of moeten voorhouden. Hij heeft puur op basis gesproken van wat hij heeft ervaren. Ja, hij heeft ook heel opmerkelijk iets opmerkelijks gezegd van ik weet niet als ik mijn rug nog kan keren voor de president. Is daar verandering in gekomen na het gesprek gisteren met het staatshoofd? Dat kan ik ook niet met zekerheid zeggen. In ieder geval heeft het duidelijk gemaakt dus dat het vertrouwen in deze een beetje zoek is. Dus het vertrouwen moet weer komen. En ik denk dus niet dat wanneer je, meneer Limburg, wanneer je vertrouwen in iemand of een persoon is geschaad, dus dat het binnen een dag wordt hersteld. Dus dat geloof ik persoonlijk niet. Maar het kan zijn dus dat aan de andere kant het wordt ervaren als te zijn, ja, het is hersteld. Maar het kan ook zijn dus dat aan de ene kant, dus de zijde van de vicepresident, is het dus dat het nog niet is hersteld. Het is een proces. Het is een proces, dus laat het proces afwachten. Feit is dus dat hij op dit moment zegt van dat het vertrouwen een beetje zoek is. Ja, heeft het gesprek gisteren met de president, heeft dat gesprek de vicepresident goed gedaan? Heb je kunnen merken na dat gesprek, heb je kunnen merken van Amanko rustig op je zo? Nou, vanmorgen was iets wat milder, kan ik zeggen, ja. Weet je, we zijn allemaal mensen, begrijpt u, is wat milder geworden vanochtend, maar ik proef dus nog steeds in hem dat hij gewoon fout staat achter wat hij heeft gezegd. Ja, en heeft hij gisteren na dat gesprek toch nog auto's achter hem zien rijden? Nee, dat kan ik niet met zekerheid zeggen. In elk geval, er zijn ook inlichtingen. Je kan ook niks met zekerheid zeggen. Veiligheidsdiensten. Je kan ook niks met zekerheid zeggen. Nee, maar ik ga door. Dus we rijden op een gegeven moment. Soms is dit zo vers. Denk je dat in geval van inlichtingen of contra-inlichtingen, dus dat men gelijk daarna weer gaat achtervolgen. Als een nieuw proces waarover de VP heeft gesproken, is niet iets dat mogelijk elke dag heeft plaatsgevonden, maar op gezette tijden. Ja, ga je gang. Op gezette tijden en de waarnemingen die zij hebben. En op basis daarvan heeft hij de uitspraken gedaan, toch? Ja, en hij gaat. Je zegt van inlichtingen, ze werken om me heen. Maar als je contra-inlichtingen hebt,
Dan weet je precies wat er ook aan de andere zijde gebeurt. In elk geval laten we de gemeenschap proberen gerust te stellen. En te zeggen van dat we het beleid wat we hebben uitgestippeld, dat we die gewoon verder gaan uitvoeren. Dat er issues zijn met betrekking tot het armoedesvraagstuk en ons sociaal agenda. Dat nu in feite, kan je zeggen, aan het fladeren is. Laten wij gezamenlijk gaan kijken hoe wij dat soort van vraagstukken, prijzen in de winkel, de koers, dat soort van vraagstukken gaan oplossen. Natuurlijk zijn deze issues er ook. En die kunnen zeker wat onzekerheid met zich meebrengen. Maar nogmaals, we hebben een job to do. En let's do that job like gentlemen. Ja, maar dat zijn zoetsappige verhalen. Want terwijl je dit... Wat u net... Nee, u zei wat, dat ik ook zoetsappig verhalen. Ja, dat is wel zo. U zei geen zoetsappig verhaal. We zijn terdege bewust van onze taak. Meneer Dundas, denkt u dat als u aan één stuk doorpraat dat u indruk maakt? Laat me mijn vraag motiveren. Nee, ik probeer ook geen indruk te maken. Laat mij mijn vraag aan u motiveren. De vraag is... U doet een constatering. Ja. Dan zegt u van het is zoetsappig. En nu zegt u nee. Dus dat ik indruk probeer te maken. Ja. Dus de vraag is... De vraag is... U moet wel correct blijven. Ja, als het maar concreet en correct is. Oké, de vraag is... Het is zoetsappig als wordt gezegd. We moeten ons richten op... De armoede en de hoge prijzen, dat is zoetsappig, want als we elke dag kijken naar wat er gebeurt, ondanks al deze verklaringen, blijkt dat het met de dag erger wordt. 1, 2 is, dat je kan je onmogelijk richten op die zaken, als de mensen die de zaken moeten uitvoeren, elkaar gewoon niet vertrouwen. En u gaat er toch niet van uit dat met een verklaring dat vertrouwen gelijk terug is en dat de gemeenschap dan gerustgesteld moet zijn? We moeten toch, het is, daarom zei ik van het is een proces. Wat wilt u, dat we de tent moeten sluiten in Limburg? Nee, dat gaat niet. We gaan geen tent sluiten. We gaan niet zeggen van luister, oké, laat dat, iedereen naar huis en zitten. Nee, we hebben verantwoordelijkheid en dat probeer ik u uit te leggen. We hebben verantwoordelijkheid. Ja, en bij de uitvoering van die verantwoordelijkheid ga ik ervan uit dat op de eerste plaats centraal moet staan het vertrouwen van de mensen die de verantwoordelijkheid invulling moeten geven. En als het is geschaad, moet je dat toch gaan herstellen. En het herstelproces kan vandaag zijn gebeurd, kan morgen zijn gebeurd, maar het is een proces. Maar dat wil niet zeggen dus dat we de tent gaan sluiten. Ja, maar u hebt niemand horen praten over de tent sluiten, omdat de tent kan je ook nog niet als sluiten. Als u mij nu zegt van, het is een zoetsappig verhaal, want de prijzen blijven stijgen en we weten dat. Maar daarom zegt u van, we zitten ook niet. Begrijpt u? En ook al kon die verandering niet nu, er moet een verandering komen, toch? Ja, het is niet de eerste keer dat de VP nogal fel heeft uitgehaald over de samenwerking en het vertrouwen. Het is niet de eerste keer. Ik weet nog, er was naar mijn medeweten, is het de eerste keer dat hij zich zo scherp heeft uitgelaten over het vertrouwen. Ja, maar we praten niet over de scherpte. Ik heb het over het feit dat hij problemen heeft gehad in het verleden ook met de samenwerking en de wijze waarop er met zijn partij en met hem ook is omgegaan. Daarna hebben we dus inderdaad ook verklaringen gelezen en gehad en standpunten die dus gezamenlijk zijn ingenomen en toch uiteindelijk zijn we gekomen op hetzelfde punt zoals dat wat we gisteren weer gehad hebben. Welke garantie hebben we dat als de plooien glad gestreken worden, wat we natuurlijk hopen, want het gaat om het bestuur van het land. Welke garantie hebben we dat als de plooien eenmaal glad gestreken zijn, dat dit soort van zaken zich niet gaan herhalen?
In elk geval in uw inleiding zegt u van dus dat het waarschijnlijk eerder is voorgekomen. En u raapt een paar constateringen aan elkaar, welke mij niet helemaal duidelijk zijn. Maar de garantie dat wij dus nu op dit moment kunnen geven, is dus op basis van de verantwoordelijkheid die wij hebben. En die kunnen we dus niet gewoon vandaag of morgen gewoon loslaten. Het is dus dat wij verder moeten. En straks gaat u weer horen zeggen van ja, dit zijn zoetsappige verhalen. Maar nogmaals, de tent kunnen wij nu op dit moment niet sluiten. We zijn in een diepe dal. Als het gaat dus om, als we kijken naar onze economie en alle andere maatschappelijke excessen die plaatsvinden. En het is dus dat we gezamenlijk verder moeten. Ja. En het proces tot vertrouwen, dat moet... Ja, oké, goed. We zullen dan, we doen het dan met deze niet zoetsappige verklaring. Oké, dat was Humphrey Dunda Mimati Dunda. Maar Dunda, we begrijpen Samistel. Dunda, aan mij jumpen dat was zoetsappig. Maar het is zoetsappig. Eigenlijk moet ik niet eens zeggen zoetsappig. Dit soort verhalen zijn niet eens zoetsappig. Het zijn... Weet je waarom het zoetsappig is? Misschien gaat hij het nu begrijpen als ik het zeg. Die dingen van... We hebben een uitdaging. En we moeten werken voor het land. En we moeten werken voor de prezen. En we de mensen, het volk moeten we beschermen. Want we hebben een verantwoordelijkheid. En we hebben een job to do. If I make me nobility, but that... Soso, K.A. Kuterwals aankomende. Ja, soso K.A. Soso Kuterwals aankomende. Dus me draai eigenlijk aankomende Kuterwals, want... Kuterwals en soso K.A. Want... Waar gaat het eigenlijk om, mensen? Hoe ga je werken voor het land en voor het volk? Hoe ga je kunnen richten op de issues? Hoe ga je aan regeren toekomen? Als de mannen die de zaak moeten trekken elkaar niet vertrouwen. Dat is dat heel ere eten. Dat wanneer je me komt vertellen over... We moeten werken voor land. Dat is eigenlijk, het is zoetsappig. Het is zoetsappige LUL. Mensen, het is niet voor hem bestemd. Maar als mensen daarvan uitgaan, dan is dat het. Want als iedereen elke dag wordt er gezegd, we moeten werken voor land. We moeten werken voor volk. Maar elke dag gaat het volk dieper de S in. We moeten werken voor volk, maar kijk nou wat er nu gebeurt in het land toch. We moeten werken voor volk. Maar mensen, dames en heren, die weten niet eens als ze in staat zijn voor rea auto. Zaden bij. Den ons sabi heeft door maar reen. Den ons sabi. We moeten werken voor volk. Maar ons sabi heeft de manjaan tamara manting. De njaan tide. Kan de njaan tide. Maar den ons sabi sado njaan tamara. Dus ik wil dit soort dingen. Als je me komt zeggen van je moet werken. En we hebben een job te doen. En dat soort van cliché dingen, dames en heren. Is het echt, geloof me. Zo. Vul jij in. Als je me terwijl een crisis is en de VP van het land, mijn broeder meneer Ronnie Brunswijk, de VP, gekozen vanuit de grondwet van de Republiek Suriname. Hij is niet gewoon daar gezet, hij is gekozen door die democratische instituten. En die VP zegt dat hij de andere gekozen autoriteit, de president, dat hij zijn rug niet meer kan keren voor hem. Then we are in deep shit. Dat probeer ik uit te leggen. Dan moet je me geen dingen komen vertellen over jou moeten werken voor lang. Want dat is het zo. Begrijp je? Dus waar zijn we mee bezig? Wanneer er een crisis is en wanneer we dit soort momenten eerder gehad hebben. Waarbij de VP openlijk is uitgekomen. En ze misnoegen heeft uitgelegd. En ze misnoegen heeft uitgesproken. Hoe er met hem wordt omgegaan en de partij. Dan die zie dan dat die. En uiteindelijk wordt het even gelijmd.
En na een paar maanden hebben we weer diezelfde toestand. Dan kan je me mooi komen zeggen, we moeten werken voor het land en we moeten werken voor volk. Dan zeg ik, zo. Dus wat bedoelde ik met zoetsappig? Het was geen aanval naar mijn broer, naar mijn broertje, naar mijn mati Dunda. Ik begrijp het, Dunda doet zijn job. Maar Dunda dan moest vader over als zoetsappig. Want eigenlijk, als ik echt eerlijk wilde zijn, moest ik een ander woord hebben gebruikt. Dames en heren. Dus, mij hoop dat je begrijpt alleen. En je begrijpt eigenlijk, Samio Antaki. Intussen AOM, het Openbaar Ministerie. Openbaar Ministerie kon uit. En ik blijf erbij. Dit had een gezamenlijke verklaring moeten worden. Want we moeten weten wat de VP is. En misschien ben ik verbaasd, misschien gaat de VP alsnog uitkomen. Dat is dat het, maar ik ben mediaman, dus ik mag vragen van VP, wat is uw standpunt nu na dat gesprek? Elke mediaman zou die vraag stellen. VP, wat is uw standpunt nu na dat gesprek? Dat is een normale, is een logische vraag. Begrijp wat ik bedoel?